Goedenavond. Fijne vrijdagavond. Het is weekend. Iedereen blij? Ik ben hier weer met een nieuwe strategie voor jullie. Strategie nummer 6 zijn we al. En vandaag wil ik jullie iets vertellen over variabiliteit in de calorieën. Eerder heb ik al gesproken over de voordelen van intermittent fasting. Dus het intermitterend vasten of het periodiek vasten. Dat is wetenschappelijk bijzonder goed onderbouwd, heeft een aantal gezondheidsvoordelen en helpt ook als je wil afslanken. Een studie in de American Journal of Clinical Nutrition heeft aangetoond dat als je een variatie aanbrengt en gaat alterneren tussen dagen met meer calorie-inname en dagen met minder calorie-inname, dat je dan dezelfde voordelen hebt. Dus gelijkaardige voordelen, zowel op gezondheidsvlak als op vlak van afslanken en vet verliezen. En daar gaat het hier nog altijd over. Maar ik persoonlijk ben niet zo'n aanhanger van het intermittent fasten. Dat is omdat ik heb het meermaals geprobeerd, gedaan, maar als ik te lang geen eten krijg, en bij intermittent fasting gaat het over 2 dagen per week dat je gedurende 12 uur niks mag eten, dan word ik gewoon onuitstaanbaar. Dan word ik lastig en dan krijg ik cravings en dan ben ik niet te genieten. Dus ik vind dat geen leven. En ik denk dat het iets typisch vrouwelijk is. Ik heb de indruk dat mannen het er veel gemakkelijker mee hebben. Maar goed, de meeste onder ons zijn vrouwen. Hè? Dus ik heb voor jullie een aangepaste versie. Waarbij je wel de voordelen hebt op vlak van gezondheid, op vlak van afslanken, vet verliezen. Maar waarbij je jezelf niet hoeft uit te hongeren. En de gemakkelijkste manier om... het gaat over die calorische variabiliteit. Dus dat betekent, een ene keer eet je wat meer calorieën en de volgende dag eet je wat minder calorieën. Je brengt daar een variatie in aan. En de gemakkelijkste manier om dat te doen, dat is om een aantal dagen in je week de zetmeelrijke koolhydraten, zoals quinoa, volwaardige rijst, de kikkererwten, linzen, bonen en zo, te vervangen door zetmeelarme groenten. Je begint met 1 dag en dan bouw je het op naar 2 dagen per week en dan misschien naar 3 dagen per week en meer hoeft echt niet. Dus dan kun je op die andere dagen gerust genieten van wat volwaardige rijst, van wat rijstpasta, van wat quinoa, van linzen, van allemaal zetmeelrijke dingen. Maar op die andere dagen, 1, 2 of 3 dagen, ga je dan dat stukje van je maaltijd vervangen door die zetmeelarme groenten. En welke zijn dat nu? Wel, dat zijn de bladgroenten, de groene bladgroenten. En wie mij een beetje kent, weet dat ik daar een gigantische voorkeur voor heb. Want groene bladgroenten, als je ze rauw eet tenminste, dat is echt superfood. En dan heb ik het over de rucola, de basilicum, de koriander, alle verse kruiden, de spinazie, veldsla, tuinkers, dat zijn waterkers, dat zijn allemaal hele bijzondere platte peterselie. Zouden we eigenlijk elke dag moeten eten. Als je dat toevoegt aan je maaltijd, dan zit je eigenlijk altijd goed. Trouwens, een gemakkelijk een kattenbelletje voor jou. Proteins need greens. Dat betekent, ik heb al uitgelegd hoe belangrijk die eiwitten zijn, die proteïnen zijn. Die worden eens zo makkelijk verteerd en die worden dus eens zo makkelijk door je lichaam opgenomen als je ze gaat combineren met groen, met groene bladgroenten. En laat het dan alsjeblieft rauw zijn, zodat je de levende enzymen, de mineralen, de vezels ervan mee en de chlorofyl ervan mee hebt. Wat is er nog meer? Zetmeelarm aan groenten, dan heb je het over de champignons, de asperges, alle kolen, bloemkool, broccoli, boerenkool, witte kool, alle kolen zijn goed. Selder bijvoorbeeld is ook heel goed en zo zijn er nog wel een aantal.
Het gaat er dus niet over dat je je calorieën moet gaan tellen, want daar ben ik pertinent tegen. Maar je moet voor jezelf uitmaken dat je er een variatie in brengt. En dan nog, je moet ze niet gaan tellen. Je kunt ze tellen en er bestaan ook weer hele leuke appjes voor. Bijvoorbeeld MyFitnessPal kun je perfect ingeven wat je eet en dan vertelt die jou perfect hoeveel calorieën het bevat. Maar dat hoeft niet. Als je de variatie die ik jou net aangeef toepast, dan zit je goed, dan heb je vanzelf die variatie en dan ga je er absolute voordelen van ervaren. Als je nagaat van hoe wij 10.000 jaar geleden leefden, ja, dan was dat zo. De ene dag wat meer, de andere dag wat minder. Wij zijn bedraad, wij zijn geprogrammeerd om te gaan met periodes van overdaad en periodes van schaarste. Helaas, de dag van vandaag kennen we die schaarste niet meer. Dus we hebben elke dag overvloed. Maar dat laat zich ook merken. Oké, dus laten we even wat dat betreft leven zoals 10.000 jaar geleden. Dan hebben we er voordelen van, zowel op het vlak van onze gezondheid als op het vlak van onze lijn. Nu, even een noot tussendoor. We zijn nu halfweg, de 12 strategieën. Ga ze nu niet allemaal tegelijk toepassen, want dan ga je een beetje, dan ga je jezelf verliezen. Kies er eentje uit en ga ermee aan de slag. En neem misschien de week daarna er eentje bij. En bouw dat zo op volgens je eigen tempo. En laat mij weten wat de voordelen zijn, wat je ervaart. Dat vind ik altijd tof. Oké, ik heb voor jullie nog een bonus voor vandaag. Die post ik even in de commentaar hierboven. Dat is een bonus met mijn 7 grootste afslankgeheimen. Past eigenlijk heel mooi bij wat de 12 strategieën die ik hier met je deel. Dus misschien wil je die ook wel eens even bekijken. Morgen zal er uitzonderlijk geen live video zijn. Geen Facebook live zijn met een strategie. Want een toffe vriendin met het hipste kapsalon van Gent heeft mij gevraagd of ik met mijn geweldige, toffe, goede, natuurlijke producten op haar shopping night wil staan. En dat wil ik eigenlijk wel doen, samen nog met een andere vriendin. Dus we gaan plezier maken. Dus vergeef het me. Je krijgt de bonus in ruil daarvoor. Maar morgen zullen we elkaar live niet zien. Maar zondagavond ben ik er weer op de afspraak. Even kijken. Christel. Hey Christel. Ja, zijn er vragen over deze topic? Zijn er vragen over het variëren in de calorieën? Als je vragen hebt over die topic, dan kun je die nog stellen. En binnen de 10 uur die volgen op het posten van deze video, zal ik alle vragen nog met plezier beantwoorden. Katja, jij bent vegan en eet bonen, linzen, quinoa bijna dagelijks in plaats van vlees. Ja. Dat snap ik. Dat zijn inderdaad goede bronnen van eiwitten. En wat jij zou kunnen doen, Katja, is gaan kijken naar de superfoods. En de zaden. Je zou bijvoorbeeld 1 of 2 dagen... Ik weet natuurlijk niet of je een afslankwens hebt. Daar moeten we mee starten. Want daar ga ik nu even van uit dat iedereen die kijkt, dat die vet wil verliezen. Hè. Als dat bij jou zo is, dan zou jij hetzelfde kunnen toepassen en 1, 2 of 3 dagen van de week gaan we de quinoa en bonen en zo gaan vervangen door superfoods. En dan heb ik het over spirulina, dan heb ik het over chlorella, dan heb ik het over de zaden, chia, hennepzaad bijvoorbeeld. Dat zijn ook allemaal heel goede bronnen van eiwitten. Dan zou je daar een mengeling van kunnen maken. En dan heb jij op die manier ook wat variatie in je calorieën. Dan heb je daar ook de voordelen van. Die yes, gaat dat over dat je wil afslanken, Katja? Of gaat dat over, jee, ik mag aan de superfoods? Want misschien ken je die wel al als vegan. Meestal zijn jullie wel thuis, hè, in die dingen. Ik ben trouwens ook 6 maanden veganist geweest. Ik ben 22 jaar overtuigd vegetariër geweest ook. Dus ik heb er wel een beetje ervaring mee. Maar ga vooral, dat doe ik trouwens ook hoor. Ik eet elke dag mijn greens in de vorm van superfoods. Spirulina bijvoorbeeld is voor 80% eiwitten. Hè? Dus daar kunnen we echt ontzettend leuke dingen mee doen.
Wat ik bijvoorbeeld doe is spirulina mengen met avocado en daar wat limoensap bij doen. Een beetje look, een beetje peper, een beetje chili. Dat is fantastisch lekker. Of cayennepeper is fantastisch lekker. Dus daar zou je mee aan de slag kunnen, Katja. Oké. Misschien nog even, ik weet niet of je daar iets aan hebt, maar wat ik wel eens zie bij veganisten is dat ze overmatig veel koolhydraten nemen. En dan heb ik het inderdaad over quinoa, bonen, rijst enzovoort. En dat zijn natuurlijk ook de dingen die je vetmassa aanleveren, afhankelijk van hoeveel je sport natuurlijk, hè. Daar gaat het altijd over. Koolhydraten moet je inzetten in functie van je sport. Hoe meer je sport, hoe meer koolhydraten je mag nemen. Alsjeblieft, Katja. Oké, goed. Er zijn vandaag niet veel kijkers, dat snap ik ook wel. Het is vrijdagavond. Ik gun jullie een ongelooflijk fijn weekend. Wij zien elkaar zondag terug. Ga even de bonus opvragen en heb er je voordeel van. En laat even weten hoe jij deze strategieën in praktijk omzet en welke voordelen jij ervan haalt. Zorg goed voor jezelf, geniet van het weekend en tot zondag. Bye bye.